Hey Femke, welkom bij Kids It. We kennen je allemaal van Junior Eurovision, waar jij in Amsterdam, ja, Nederland mocht gaan vertegenwoordigen. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik heb het ervaren als een super leuk jaar. En ja, ik heb er zeker weten heel veel van geleerd. En ja, in Amsterdam was het een hele leuke week. Was het heel spannend ook, hè? Ja, het was heel spannend. Maar ja, het was vooral heel gezellig en heel leuk met alle andere kandidaten. En je had ook danseressen bij? Ja. Dans je zelf ook graag? Ja, ik hou heel erg van dansen. En ik zit op dansles. En, en welke stijlen doe je dan? Ik doe streetdance. En ja, ik vind het gewoon leuk. Dan kan je even lekker losgaan. En waarover gaat je song? Mijn liedje gaat over dat ik geen tijd heb. En dat ik alles heel leuk vind. En met vriendinnen afspreken. Maar ja, dat ik daar eigenlijk geen tijd voor heb. Je zou wat tijd moeten maken dan? Eigenlijk wel, ja. Omdat je het nogal druk hebt met school? Ja, ook. Nou ja, ik zit nog op de basisschool, op de lagere school. Maar ja, vooral ook met hobby's en met vriendinnen afspreken. Allemaal leuke dingen dus. Ja. En wat zijn de verdere plannen nu eigenlijk? Komt er binnenkort een nieuwe single aan? Ja, ik hoop natuurlijk wel. Ik ben al bezig met een nieuw liedje. En ik kan zeggen dat hij heel erg leuk wordt. Maar voor de rest blijft het nog even een verrassing. En schrijf je het nummer zelf? Of schrijf je de nummers zelf? Ja, ik schrijf de nummers met mijn vader. Mijn vader die speelt gitaar, dus het is heel... gemakkelijk met de gitaar. Dan is mijn vader iets aan het spelen en denk ik, hey, daar weet ik een leuke tekst op. En kan jij ook gitaar spelen of een ander instrument? Nee, ik bespeel geen instrument. Ik hou het bij zingen. Zingen is ook heel leuk, hè? Ja. Is ook een instrument. Ja. En het zijn nu ook de kerstdagen. Wat doe je zoal in de kerstvakantie? Natuurlijk gezellig met mijn gezin, met mijn familie. En natuurlijk ook met mijn vriendinnen, gewoon gezellig rond de kerstboom. En natuurlijk met z'n allen dansen, want ja, dat doe ik heel vaak met mijn vriendinnen. En wat zou je heel graag onder de kerstboom cadeau krijgen? Nou ja, een cadeautje maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind het al heel gezellig, de kerstdagen met z'n allen. En word je dan toch nog, stel dat je toch een cadeautje moet kiezen, zoiets van, dat kan ik echt wel heel goed gebruiken. Word je dan het liefst verrast of heb je een verlanglijstje? Nee, dan word ik wel graag verrast. Dat vind ik altijd leuk. Ja. En vier je kerst bij jullie thuis of buiten huis? Dat is verschillend. Soms bij ons thuis, gewoon met ons gezin. En, en soms weer met familie. Oké. Okay. Zometeen hebben we meer vragen. Nu gaan we samen je single aankondigen. Ja. Doe maar. Ik ben Femke en dit is mijn single Tik Tak Tik. Veel kijkplezier. Femke, eigenlijk ben je toch een grote winnares van Junior Eurosong. We zijn heel erg fier. Het was een heel toffe prestatie die je hebt neergezet. Is dat altijd een grote droom van jou geweest? Ja, zeker weten. Ik hou heel erg van zingen. En als je dan zo ver mag komen, echt een droom. Ja, zing je al lang? Ik zing al heel lang. Eigenlijk altijd al. Maar ja. Eerst onder de douche en dan professioneel. Ja, inderdaad. Met wie zou je ooit graag nog eens een duet willen maken? Met Demi Lovato of Selena Gomez. En natuurlijk zou ik ook al een keer een duet met Fabian willen zingen. Ah, ook heel leuk. En wie zou je ooit graag eens willen ontmoeten? Welke celebrity? Selena Gomez of Demi Lovato. Ja, dat is toch wel heel speciaal. Welk vind je het mooiste nummer dat zij hebben uitgebracht? Alle nummers, want ze zingen gewoon heel mooi. En ja, echt mijn stijl, zeg maar. Je wilt eigenlijk... hun weg op. Eigenlijk wel, ja. Je bent ook nog aan het studeren. Welke richting doe je? Ik zit nu nog op de basisschool. Dus ik doe nog geen richting. Als ik naar de middelbare school ga, het ligt er natuurlijk aan welke school. En natuurlijk heel graag iets met zingen of dansen. Want je hebt nu eigenlijk, zoals bij ons een examen, heb jij een grote test gedaan. Want je ziet, bij ons is dat eigenlijk het zesde leerjaar. Dan ga je binnenkort naar het middelbaar. En die test, was die eigenlijk moeilijk? Bij ons is het de CITO-toets. Ja. En zelf vind ik, heb ik wel hele leuke vakken. Ik vind handarbeid leuk en natuurlijk muziek. En wat moet je dan doen bij handarbeid? Mijn leerkrachten die verzinnen altijd wel leuke dingen. Leuk knutselen, daar hou ik altijd wel van. Zoals knutselen, wat moet je dan allemaal doen? Kerstknutselen hebben we gehad. En dan moet je wensen maken voor kinderen uit je klas. Dan hoor je eigenlijk wat ze over je vinden en ja, dat vind ik altijd heel leuk. En dan van die kerstdecoratie of zo die je maakt, wat doe je dan allemaal? Ik heb kerstengeltjes gemaakt en die hangen dan de klas rond. En ja, dat, je maakt dat zo gezellig. En wie versiert bij je thuis de kerstboom?
Ja, zelf kan ik dat niet zo goed. Ik vind dat een beetje moeilijk of alles hangt aan één kant. Of... Maar je maakt wel decoratie. Of dat probeer je? Ja, ik probeer het wel. Je helpt gewoon mama en baas. Ja. Een beetje. En schrijf je ook kerstkaartjes? Ja, ik schrijf kerstkaartjes naar mijn klasgenootjes altijd. En dan we hebben dan een kerstavond op school. En dan deel ik die uit aan mijn vriendinnen en vrienden uit mijn klas. Oh, dat is wel heel leuk, hè? Kerstkaartjes krijgen. Ja, dat vind ik ook altijd heel leuk. Ja. Dan moeten de mensen meer doen. Ja. En heb je nog speciale plannen voor de kerstvakantie? Ja, natuurlijk met mijn vriendinnen afspreken. En ik blijf natuurlijk dansen en zingen. Oh. Zometeen hebben we meer vragen voor Femke. Nu gaan we kijken naar Bandits met Tijd van ons leven. Zeg Femke, ga jij eigenlijk graag naar kerstmarktjes? Ja, dat vind ik altijd heel leuk. Allemaal gezellig dingetjes bekijken. Ja? Wat vind je zo leuk tussen kerst en nieuwjaar? Ik vind het leukst altijd gezellig en met z'n allen. En gewoon leuke dingen vieren. Gaan jullie iets speciaal doen op kerstavond? Ja, we gaan altijd met familie gaan we lekker eten. En op nieuwjaar gaan we met vrienden gaan we altijd niet echt vuurwerk afsteken, maar gewoon aftellen en dan cadeautjes open doen. Ja. Of doen jullie dat bij kerstmis, eigenlijk bij kerstmis? Ja, ja, bij kerstmis doen we dat. Ja, en dan kopen jullie voor elkaar allemaal een cadeautje? Ja, het is altijd een verrassing of wat onder de kerstboom ligt. En als je dan komt en je ziet een cadeautje, moet je die altijd blijven laten liggen totdat het kerst is. Zeg Femke, is er nog iets dat je onze boys en girls wilt toewensen voor de kerstdagen? Ja, natuurlijk een happy new year en hele fijne dagen. Dankjewel, dan gaan wij nu kijken naar de Lana Ladies met Ik ben verliefd. Ben jij verliefd? Een beetje. Ja, ik ook hoor. Hier zijn ze, de Lana Ladies.